Hallo beste kijkers van WTF Movies en welkom bij de tweede aflevering. Ik ben Thomas. Ik ben Ryan. En voor het geval jullie het nog niet wisten, we hebben een koning en koningin. Oké, wees eerlijk, maar hij zou er toch echt beter uitzien met een baard. Oh yeah! Vind ik ook. Maar in het volgende filmpje heeft hij zich duidelijk laten merken dat hij zich zijn standaard gewoontes niet wil veranderen. Oh ja. Noem me bij mijn naam. Ik wil gewoon niet zijn, dat ik gewoon niet zijn. Met je wijf opgesloten en gewoon niet zijn. Maar die naam blijft van mij. Dus noem me bij mijn naam. Het is beter dat je zorgt dat je authentiek blijft. Authentiek blijft. Gek blijft. Dat je ook nog met die koning van jezelf blijft. Dus noem me bij mijn naam. Mijn naam is Willy. Zeg maar Willy. Zeg je Willy. Iedereen noemt hem Willy hoor. Willy. Zeg maar Willy. Noem me bij mijn naam. Hij is gek. Nee, ik ben Billy. Hey, koning of prins, dit doet er niet toe. Het is meer wat wij vertegenwoordigen. Noem me bij mijn naam. Mijn naam is Billy. Zeg maar Billy. Zeg je Billy. Iedereen noemt hem Billy hoor. Billy. Zeg maar Billy. Noem me bij mijn naam. Dus het volgende filmpje heet Een man staat voor lul in de mix. Dat vind ik zo raar, hè? Mensen die van die gestoorde video's maken die nergens op slaan en ze dan toch uploaden alsof ze denken van dat het iets wordt. Tja, mensenlogica. Kijk maar gewoon. Watch my videos. Stay away from my movie. This is my movie. Don't take anybody's movie, make your own dance, fucking bitch. Hola, hola. Put another song on it. Hola. Damn, jullie pakken mijn views, jullie pakken mijn video, jullie zetten een ander fucking song eronder. Wauw, zag ik hem stoeren met al zijn geld? Ik bedoel, kijk even goed naar het filmpje. Het is misschien nog net maar 200 euro. Oké, hij heeft het best erop gedaan, hij heeft de hele zomervakantie besteed bij de Albert Heijn vakken vullen. Maar geld maakt niet stoer. Weet je wat wel trouwens stoer maakt? Een baard! Oh yeah! Ja! Over stoer gesproken, deze man met zijn winkelwagen. Dat is pas stoer. Alright baby, now you wanna know how I ride, huh? You wanna know how the King C ride? Baby, when I ride the best, cause I come from the west. Baby, let me show you how I ride. When I ride. Pow! Baby! How you like that shit? That's a fine and dandy motherfucker, that ain't it, baby? This motherfucker take me anywhere I go. That's my shit, sitting on Dayton, baby. Gold motherfucking Dayton. I ride gold fences, baby. You know what I'm saying when I ride? And I fuck, let's go with this shit, baby. Yeah, let's go to damn thing, yeah. Yeah, it's the 19th shit, homie. He like that shit. Hij zou in de MTV Cribs moeten komen. Maar dat was weer voor deze aflevering van What the Fuck Movies TV. Laat de reactie achter hier beneden en vergeet natuurlijk die like niet. Deel deze video ook nog even met iedereen die je kent. Van vrienden tot zwervers. Iedereen die je kent. Gouden winkelwagentjes. Wow, baby! Misschien. En vergeet natuurlijk niet te abonneren zodat je de volgende aflevering gewoon op je homepage krijgt. Hoe perfect is dat? Heel perfect. Maar dan zien we jullie graag volgende week. Tot ziens. Bullseye. Kut. Wat? Ik ben de tekst weer vergeten. En voor het geval jullie het nog niet wisten, we hebben een koning en koningin. Dat zou ik moeten zeggen. Maar je wilt ik er eerst. Godverdomme. En vergeet natuurlijk niet de afleveringen, zodat je de volgende abonneer gewoon. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, zodat je de... Kut alweer. Teletubbies, tot volgende keer.